Naar de haan. Oké, heel awkward, maar vandaag vlog ik dus bij Skinquip op school en ik krijg vandaag de nabehandeling van de shadow brows, van de schaduw brows. Dus die gaan we vandaag bijwerken. Zo, gaan we even lekker pijn lijden. Ja, zij heeft, ik heb daar ook je. Ja, dat is goed. Nou, even kijken hoe lang ik het red zonder verdoving. Ja, vrede keer zijn we gaan verdoven, begrijpen mensen. Het doet echt zo geen pijn, ik kan zo in slaap vallen. Ja, het wordt wel mooi. Je ziet die kleuren veranderen. Ja, het wordt zeker mooi. Het lijkt even alsof ik onder een auto heb gelegen met al die smeersel. Ja, echt heel mooi. Leuk weer, hè? Ja, echt wel leuk. Maar toch was dit niet pijnlijk. Nee, nou de eerste keer wel, maar dit... Hij bloedde wel wat meer dan de vorige keer. Ja. Nou, ik ben net klaar met de behandeling. Het ziet nog een beetje rood uit en ik heb een nazorg gerold dat het alles netjes en mooi blijft en mooi gaat genezen. Dus jullie zullen zeker zien hoe het genezingsproces is, maar ik ben echt hartstikke blij mee. En ik ben nu natuurlijk nu op school en ik zal jullie even voorstellen aan mijn opleidster. Dus bij deze... Hallo. Hoi. Hey. Kan je vertellen wie je bent en wat je doet bij Skinquip? Ja, natuurlijk. Nou, mijn naam is Anoush en Skinquip, dat is mijn school. Op die school leren we iedereen is schone specialist, dus of huidtherapeuten, dus of mensen die het gewoon heel erg een mooi vak vinden, hoe ze permanent make-up moeten zetten. Ja. Nou, dat is altijd hartstikke gezellig hier. Hartstikke leuk hier ook. En waar kunnen ze jou terugvinden als mensen ook een opleiding willen volgen via Skinquip? Nou, we hebben een website www.skinquip.nl. Instagram natuurlijk en Facebook zijn we ook te vinden. En je kan ons mailen info@skinquip.nl. Oké, nou dankjewel. Welterusten jongens, nu echt slapen hè? Klaar nu. Welterusten, love you. De kinderen is wel te roepen, welterusten mama, welterusten, mag ik nog knuffel, mag ik nog een kus, welterusten. Het gaat maar door. Ik heb ze net even een kus gegeven toen ik thuis kwam. Ze waren net naar bed gebracht. En Mike die is inmiddels weer naar zijn werk. Mike werkt fulltime in een telefoonwinkel. Hij heeft een managerfunctie, dus die heeft het al best wel druk. En daarnaast heeft hij dus een eigen sportschool, Mabuha Self-Defense. Dus door de week is hij altijd aan het werk. Ook in het weekend, maar dan alleen de avonden zijn dan vrij. Dus die is vandaag vrij geweest. Zodat ik naar school kan. En hij heeft lekker een leuke dag gehad met Misato en Ayumi opgevangen van school. En ik zit nu aan pasta. Mike heeft een soort van pasta gemaakt met spekjes erin. Ja, ik zit nog steeds aan mijn tuintafel helaas. En ik ben op YouTube de podcast van Sophie's Choice aan het kijken. Maar super blij. Dus ik ga nu weer dat hele proces door van korstjes, afbrokkelen. En dan komt steeds meer die kleur terug. Ja, echt helemaal happy mee. Goedemorgen! Wat gaan we doen? We gaan nu shoppen! Mijn nieuwe kleren! Wij gaan vandaag inderdaad shoppen! Weet je, deze is dan nieuw kleren van mijn vogeltjes. Ja, nou die kon je eigenlijk nog van vorig jaar aan, hè? Dus Ayumi heeft best wel lang, na 2 jaar, echt met haar kleding gedaan voor de zomer. Maar nu is alles te kort, dus we gaan gewoon lekker shoppen. Het is vandaag Glamour Day, dus heel veel korting in de stad ook. En wij hebben vandaag een moeder-dochterdagje. Ja? Oh ja, maar eigenlijk, ik ga shoppen echt. En jij bent dol op shoppen, hè? Ja, en dan gaan wij lekker samen iets leuke dingen doen. En dan mag ik even zeggen of het niet leuk is of het wel leuk is.
Ja, en jij mag bepalen wat we vanmiddag gaan eten. Dus we zijn nu in Etten-Leur. Gaat het, mama? Ja, ik heb een beetje last van mijn keel. Slime. Slijer, oké. Ik hou van slime. Gekkerd. Nee, we zijn nu in Etten-Leur. Ik heb wat dingen achteruit laten leggen bij de H&M. Dus dan gaan we eerst even passen en kijken of je dat leuk vindt. Dan gaan we door naar Breda, naar de Zara. Daar heb ik ook wat dingen achteruit laten leggen. En ja, ik vond niet eigenlijk alles leuk deze voorjaar. Nou, misschien moet de collectie nog binnenstromen. Maar ik heb wel wat leuke dingen gevonden. Dus die moet je dan even gaan passen. En dan gaan we vanmiddag gaan we dan naar Tilburg. Het is gewoon een hele roadtrip door Brabant bijna. Oh. Hè? Maar... En dan gaan we dan naar oma. En misschien gaan we daar wel naar het bos diertjes kijken. Maar ik een kinderboerderij. Grote mensen, grote kinderen. Nou, wij gaan lekker shoppen. We gaan nog even een stukje lopen. En dan ben ik benieuwd waar we mee thuiskomen voor kleding. Tot straks. Doei, I love you. Mwah. Bye bye. Bye bye. Hi allemaal, ik heb net deze kleding en ik wil ook de route kiezen en dat is van die. Nou, dan moet je hem even op je hoofd zetten, kijken of hij leuk staat. Mooi. En? Kijken? Doe hem eens op, joh. Vind je dat leuk? Kijk, dit lijkt wel zo'n Ibiza hoedje. Dat is ook wel grappig. Nee, deze. Die is ook echt van Ibiza. Ja, weet je zeker? Nu gaan we passen! Of wil je niet een petje? Nee. Dat is makkelijk hoor. Dat is heel lelijk. Nee. No. Pis. Oké, Yumi. Kan niet. Nee, ja, dat was ik. Is het wat? Vind je de jurk leuk of niet? Ja? Het hoeft niet, hè? Alleen als je hem zelf echt leuk vindt. Anders wachten we gewoon tot je een andere jurk vindt. Ja, het ziet er niet zo makkelijk uit. Zullen we maar gewoon een andere gaan zoeken? Ja, die hoed vind je helemaal geweldig, hè? Dat jurkje staat wel lekker fris voor de zomer. Kijk. Ja, maar niet uit. Het gaat even om het idee, toch? En? Vind je het een mooie jurk? Nee. Ja? Beautiful! Vind je het leuk? Jawel of niet? Of wil je liever iets anders? Ik vind het wel schattig. Tas is te zwaar. Nou, kom maar dan. Nou, daar zitten we. En nu gaan we eten en daarna gaan we shoppen. Ja, we gaan eerst even lekker wat eten. En het zonnetje begint al lekker te komen, hè, jong. Lekker, hè? Oh, mama. Ja. Boemie. Mijn mooie dress. Kijk, ze is beautiful. Wauw. Dit vind ik heel leuk. Ja, vind je heel leuk? Lekker Spaanse hier. Ja, daar lijkt het wel een beetje op, hè? Vind je deze leuk of niet? Hi, ik heb helemaal mooie kleren nou. Ja, mooi spijkerjasje. Kan je gelijk aantrekken. Yay! En nu gaan we naar onze Dorothy. Yumi trekt gelijk haar outfit aan. En Zato, laat jouw stoere zwembroek eens zien. Stoere zwembroek. Nou, die is mooi. Zo, stoer hoor. Zato, kom eens! Kom hierbij! Zato! Kom eens! Kom! Kom, snel! Kom! De volgende zwemmer. Zato, kom ernaar! Nou, daar komt hij hoor. Mama, voor die Zato zeggen, kom. Lekker! Dat is mijn gewaarde plek. Lekker hoor! Ik wil graag en jij wil graag. Nou, de kinderen zijn lekker achter in de tuin aan het zwemmen. Het is echt super warm, dus het is wel een mooie gelegenheid om even te laten zien wat we gekocht hebben voor de lente en de zomer.
Het zijn behoorlijk wat inkopen, dus ik denk dat we wel klaar zijn. Als eerste bij de H&M heb ik onderbroekjes gekocht van Masato. Hij is nu heel goed bezig met zindelijk worden, alleen 's nachts soms niet. Maar overdag is hij gewoon zindelijk, dus wat extra onderbroekjes zijn wel mooi meegenomen. Dit topje is voor Ayumi. Ik vind hem gewoon echt heel zomers en lekker luchtig. En wel schattig en leuk te combineren op een rokje of een short. Jurkjes. Het is altijd leuk om met spijker te combineren van dat denim. Staat ook wel zo lekker zomers. En ze heeft nu maat 122, maar soms zit ze ook nog in 116. Dus net een beetje aan het schommelen. Ik heb ook een jeans voor mezelf gekocht. Zo'n short high-waisted... Oh mijn god, ik kan echt niet meer praten vandaag. Een high-waisted short. Heel simpel, maar gewoon lekker voor in de zomer. Aangezien ik toch niet meer ga afvallen. Shirtjes van Masato. Deze heeft hij zelf uitgekozen. En ik ga altijd met de kinderen samen naar de winkel toe. Want als ik, als ik iets uitkies, dan willen ze het soms niet dragen. Dus ik kies ook wel echt zelf wat ze willen. Lekker van katoen. Masato is helemaal gek van McQueen. Van Cars. Dus heb je hier ook weer een stoere shirt. Hij is nu 3,5 en hij zit in maat 98, soms 104. Zit nog wel ruim, maar daar kunnen ze in ieder geval een beetje mee doen. En ik heb voor Yumi een schattige haarband met bloemen. Echt heel leuk. Deze is voor Masato, een tussenjasje, stoer pilotenjack. En als laatste bij de Zara een schattig roze shortje, kort broekje. Voor Ayumi. Nog een kort broekje. T-shirts. Ze vallen vrij wijd. Met sneeuwwitje. En deze vind ik zelf ook zo leuk. Kijk hoe cute. You are the apple of my eye. En ik vond het ook wel heel erg toepasselijk. Want Mike zegt altijd tegen Ayumi, je bent mijn oogappeltje. Dus ja, dat konden we natuurlijk niet laten liggen. En ze had dat spijkervestje aan, dat jullie net konden zien. Deze zijn veel mooi. En mijn schoonmoeder, die gaat lekker de jacuzzi in. En als laatste, dit leuke jurkje. Echt zo'n mooi kleurtje en lekker zomers. Ik wou dat ze hem ook in mijn maat hadden. Nou, ik ga lekker in de tuin zitten. In de schaduw natuurlijk, want ik moet uitkijken voor mijn mooie wenkbrauwen. Zodat ik allemaal verbranden en wat dan ook. En even wat eten. Yes. Oh, kijk! Ja, zo leuk! Zo leuk. Ja. Daarmee de baby. Kijk deze dan. Kijk die haar van de kip, die veren. Zo grappig. Wat is dit zo mooi? Wauw, die is mooi. En dat is die ding, ja. Die kwartel, hè. Een kwartel van zand, bedoelt u? Hij lijkt een kwartel aan je. Wie? Die? Dit is alweer het einde van deze
deze vlog. Ik hoop dat je genoten hebt. Vond je het leuk? Geef even een duimpje omhoog. En ik zie je de volgende week, volgende woensdag. Want wij gaan zo naar een hele leuke show van Baby Dubai. Alleen met twee kinderen. Dat is een leuke uitdaging. Ik ben heel erg benieuwd. En er komt nog een verrassing tijdens de show. Ja. Dus ben je benieuwd? Dan zie ik jou weer volgende week. Ow. Doei doei. Sato, niet duwen. Kijk nou.